Nou, een goede conditie is natuurlijk ontzettend belangrijk als je veel in de nacht werkt. En gelukkig hebben we een fitnessruimte in het Erasmus MC, daar ben ik nu. En ik ontmoet de verpleegkundige Ilse. En zij is echt een ervaringsdeskundige. Dus ik ben benieuwd. Hey Ilse. Hallo. Nou, we zijn goed begonnen. Zeker. Jij bent een sportief type, zo te zien. Hoe belangrijk is een goede conditie voor jou? Heel belangrijk. Ja. Los van dat ik het over het algemeen heel belangrijk vind, vind ik het ook in combinatie met onregelmatig werken heel belangrijk. Ja. En dan bedoel je werken in de nacht natuurlijk. Ja. Wat voor voordelen brengt dat jou dan, als je een goede conditie hebt? Me fitter blijven voelen, me beter voelen. Ja. Ja, en hoe uitzicht dat in de praktijk? Hardlopen, ja. dat is wel echt mijn favoriete hobby. Mm-hmm. Nou ja, door mezelf een doel te stellen, kan ik mezelf ook goed motiveren om te trainen. Ja. En dan lukt het me ook om in nachtdienstblokken ook te trainen, of daarvoor of daarna, dat ik me goed blijf voelen. Fitte de nacht door. Ja. Hey, en dan zijn wij natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Wat is jouw doel dan? Ja, Rotterdam Marathon. Rotterdam Marathon, ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed, dat is best een hoog doel. De hele, de halve? De hele, ja. De hele, ja. Oké. Okay. Dus 2021 zien we jou op de Coolsingel. Zeker. Bij de finish. Zeker. Nou, weet je, ik vind het een hele mooie doelstelling. Maar je kan ook voor iets lager gaan, zoals ik. Ik ga zo meteen gewoon lekker een rondje lopen. Ik wens jou heel veel succes met de voorbereidingen voor de marathon. Dankjewel. En blijf vooral lekker fit in de nacht. Ik geef Zeker. Je een high five. Dankjewel en ga lekker verder met hardlopen. Yes, dank. Doei. Dag. Hey, hallo Robert. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat ik even bij jou in je sportzaal mag komen kijken. Jij bent sportarts. Jij kan mij vast vertellen hoe belangrijk het is om fit te zijn en te sporten. Fit zijn en veel bewegen, dat is heel goed voor je gezondheid. Daar is al heel veel jaar heel veel onderzoek naar gedaan. Zelfs als je bij heel veel aandoeningen, dus als je al ziek bent, is het nog steeds goed om te sporten. Dus het wordt heel vaak gebruikt als eigenlijk een soort van therapie. Maar ook om veel aandoeningen te voorkomen, waarvan veel voorkomende aandoeningen zijn bijvoorbeeld de hart- en vaatziekten, kun je voor een groot deel voorkomen met veel bewegen en sporten. Ja. Hey, en hoe zit dat met collega's die veel in de nacht werken? Ja, als je in de nacht werkt, dan heb je eigenlijk een verhoogd risico op bijvoorbeeld die hart- en vaatziekten. Omdat je door het nacht werkt, wordt het hormoonsysteem een klein beetje ontregeld. En dat verhoogde risico is het extra goed om dat proberen tegen te gaan met dat fit worden en veel bewegen en daarmee gezonder worden. Ja, snap ik. Hey, en nou vindt natuurlijk niet iedereen sporten even leuk. Hoe kun je nou zorgen dat je gemotiveerd blijft om te blijven bewegen? Ja, er zijn verschillende opties voor. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je begint met iets wat je leuk vindt qua beweging of sport. Dus ja, er zijn natuurlijk allerlei sporten. Je kan een beetje om je heen kijken, wat dingen uitproberen en kijken of iets, iets is wat leuker is om te doen. Daarmee begint het. Mm-hmm. Het andere is waar je naar kan kijken. Er zijn natuurlijk verschillende opties om met beweging gezonder te worden. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor heel laag intensief, gewoon wandelen. Dat moet je wel redelijk veel doen dan. Dus dan kom je weer neer op dat half uur wandelen per dag of de 10.000 stappen per dag. Dat kan bijvoorbeeld met een stapteller of een Fitbit bijhouden. Je kan ook echt gaan sporten. Of je kan, en dat kost me heel weinig tijd, intervaltraining doen. Ja. En dat is heel kort, bijvoorbeeld 5 keer 1 minuut, maximale inspanning, 2 keer per week. En daar heb je al goed effect van op je gezondheid en fitheid. Ja, en wat voor voordeel heb je daarvan in je werk? Ja, als je je fitter voelt, krijg je ook meer energie. Dus daarmee kun je meer doen. Kwaliteit van leven neemt toe. Dus je voelt je eigenlijk gelukkiger. Mm-hmm. Dus dat is ook een voordeel in je werk. Ja, dus alleen maar pluspunten hoor ik eigenlijk. Hey Robert, ik vind dat een heel goed idee. Ik heb op mijn telefoon een stappenteller. Hoeveel stappen moet ik zetten? Ja, hoe meer hoe beter. Streven is vaak 10.000 stappen per dag. Oké, dan ga ik voor de 20.000. Heel erg bedankt. En een fijne dag nog. Succes. Yes, hoi.